Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Hier is hij. Oké. Weet je, het is vrijdag. Het weekendje staat voor de deur. We zeggen normale mensen, dat is leuk. Dat zeg ik ook. We gek op het weekend. Weekend is toch prachtig? Eigenlijk is het weekend het mooiste moment van de week. Ik ben een beetje schor, hoor je dat? Waar het niet dat ik dit weekend het roddelpraatfeest heb. Wat betekent dat ik dus moet optreden voor 1000 man. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen optreden heb. Ja, we hebben een hip-hop rap nummer gemaakt met Dokkie toen. En dat nummer is weliswaar geloof ik 900.000 keer beluisterd op YouTube. Alleen ik ken de tekst niet echt. Dus wat ik nou een paar uur op het podium ga doen, dat mag Jozef weten. Dus het is de eerste keer dat ik voor een weekend zit en ik denk, nou, ik weet nou niet of ik blij ben over dat het bijna weekend is. Snap je? Nee. Wat zit er onder het dosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Nou, leuk. Het is nat. Diepvries burrito's. Heb ik iets tegen het Mexicaanse eten? Nee, ik vind Mexicaans eten altijd wel lekker. Met veel bonen en veel vlees. Ja, ik ben een vleeseter. Dat mag ik tegenwoordig bijna niet meer zeggen. Maar ik vind het lekker. En dan, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk alles wel lekker vind wat ze daar eten. Mexicaans eten is lekker. Maar, want er komt wel een maar. dit zijn diepvries magnetron burrito's. En dan zou je zeggen, heb je daar iets tegen, Jan? Ben jij misschien, sta je wat licht discriminerend tegenover de Mexicaanse dish? Nee, dat zei ik net al, ik vind het lekker. Waar het niet, dat het is op dit moment 8:00 in de ochtend. Diepvries burrito's 8:00 in de ochtend, het trekt mij niet. Maar zo zat ik woensdag zat ik aan, s'morgens vroeg aan de mixdranken in blik. Je kan zeggen, dan gaat het niet goed met jouw planning, Jan. Je kan ook zeggen, waar is Achmedje mee bezig de laatste tijd? Want ik heb naast de reviews best wel wat te doen. Dus hij kan wel rekening mee houden met mijn gezondheid. Zou je zeggen, doet hij niet. Nou ja, dat moet maar. Mag een dronnetje, moet er weer bij van Wouter Witgoed. Eens kijken. Smoked beef. Dus gerookt rundvlees. Van Burrito No Fairy Tales. Ready to heat. Het is haakjes en dan eat. Dat is leuk bedacht. Maar goed, ik moet hier toch zeggen dat ik hier niet heel erg op zit te wachten hoor. Ben ik nou, even kijken. Uit onderzoek blijkt onze eetgewoontes moeilijk te veranderen zijn. Wat als wij de producten die je vaak eet lekker en een stapje beter maken? Dat is de missie van ons team. Ruil je pizza in voor deze heerlijke burrito. Net zo lekker en toch een stapje beter. Een stapje beter? Wat wil je nou over, joh? Wat is er dan beter aan? Er zit heel veel groente in. 58% groente. Nou ja, prima. De tweede burrito die ik nu 's morgens vroeg moet eten is de barbecue chicken. Kip van de barbecue. Ook 58% groente. Heel veel groente. Van de No Fairy Tales. Ja, en wat voor groente zit hier nou bijvoorbeeld in? Rode paprika, gele paprika, tomaat, mais, rode uien, kidneybonen, tomatenpuree. Nou, dat is inderdaad best wel veel. Nou, maar goed. Hebben we nog meer? De chili sin carne. Sin carne. Mijn moeder maakt vroeger de chili con carne. En dat is dus de chili met vlees. Con is dus met. Dan zal sin wel zonder zijn. Ja, 72% groente. Hier zit alleen maar groente in. Lekker. Nou ja, het moet maar. Dit wordt dus het ontbijt voor oom Jan. Ik denk altijd maar. Er zijn ook kindjes in Afrika die hebben helemaal geen ontbijt. En die boffen. Ja, die boffen, want die hoeven dit dus niet naar binnen te werken. En ik zit verdomme hier met
3 No Fairy Tales burrito's voor de microwave. Moet niet aan denken, joh. Daar is hij weer, gesponsord door Wouters Witgoed. Het mooiste witgoedbedrijf van Nederland. Ga ook eens naar Wouters Witgoed op wouterswitgoed.nl. Nou, hebben we dat ook gehad? Ja, ik doe ze gewoon allemaal tegelijk, hoor. Ik ga er niet op zitten wachten voor onderbeurt. Ja. Zoiets, weet ik veel. Oh, hoe lang moeten ze? Even kijken. Micro, 4 tot 5 minuten. Jezus. Die reviews zijn al saai, maar dit is wel heel erg. Zo saai zo vanmorgen vroeg, zeg. We gaan wel wat ruiken. Nou. Ting. Nou, leuk. Voel verdomme nu al dat de binnenkant nog helemaal ijs is. Wat is dat toch verschrikkelijk, hè, zo'n microwave. Ja, nu zijn die zakjes weer dik. Ik snap er helemaal geen ene hol van. Je kijkt, nu loopt het sap, loopt alweer door die magneton heen. Oh, het is toch verschrikkelijk. Nou, ik ben er wel mee klaar mee. Zo. Hup. Jullie vragen misschien af van, wat heeft hij nou onder zijn zwarte t-shirt aan? Dat is een onderbroek met sokken. Jongens, deze is nog bol. Deze lopen leeg. Ik voel harde stukjes. Kijk, ik heb hem zelf op 700 watt gezet, wat 600 watt moet zijn. Moest 4 voor 5 minuten. Hij zit er zeker 6 minuten in. Ik heb mijn best gedaan. Nog een mondje. Nou. Oh, een bestekje, die kan ik niet vasthouden. De chicken burrito. Nou, eens even kijken. Ja, er loopt hier van alles nog wat uit. Kijk, ik kan jullie de vulling laten zien. De vulling ziet er zo uit. Is het smakelijk? Nou ja, waarom niet? Kijk, ik zie wel. Dat vind ik dan wel weer fijn. Kijk, ik zie hier een heel stuk kip. Dus het is niet van die vervelende kleine blokjes kip uit de, uit zo'n fabriek. Ja, ja, de kip is alleen koud. Gaat zo dikke. Nee, we gaan maar door. Chicken burrito. Uit de microwave. De smaak is goed. Het smaakt gewoon naar een chicken burrito. De burrito zelf, dus dat ding eromheen, ja, dat is een beetje somper. Maar ja, dat krijg je door microwave in en uit, bevriezingen. Die is een beetje hard aan de zijkant, ook zacht. Ja, aan de binnenkant, zeg maar. Maar kijk, ik haal hier nou eventjes wat vulling uit. Er zit gewoon een prima stukje kip. Kidneyboontjes. Kip is niet droog. Die vulling is gewoon prima op smaak, hoor. Nou, dat verbaast me eigenlijk wel. Is prima op smaak. Als die microwave niet zo vervelend had gedaan, dit was gewoon niet zo somber, nat, maar warm geweest. Was dat prima. Burrito, ik zie een beetje rijst in. Ik zie paprika. Ik zie maïsjes. Veel, veel lekkerder dan ik had verwacht. Daarom even naar die vegetarische jongen. De burrito chili sin carne. Ofwel zonder vlees. Kijk, die is ook kledder nat. Nou ja, die heeft een paarse burrito, dat zal van bietje zijn gemaakt, weet ik het. Kijk, de inhoud. Eén en al groente. Nou, daar ben ik nooit zo fan van. Omdat ik van vlees hou. Maar, hoe is het? Godverdikke ijskoud van binnen. Hoe is dat nou toch weer mogelijk?
De vulling dan. Rijstgroente. Die is helemaal diep bevroren. Het is 7 minuten in de magnetron. Het is eigenlijk exact dezelfde vulling als de kipburrito, alleen er zit geen kip in. Deze is wel iets pittiger. Hier zit een hier zit meer peper in. Nogmaals, als hij goed warm is, als hij goed zijn best heeft gedaan in het magnetronnetje, is het smaakvol. Het is allemaal smaakvol. Je proeft een beetje vers. Wat gek is natuurlijk, voor iets wat uit de vriezer komt en in de magnetron heeft gebakken. Maar de groente vers, de kip, was net ook goed. Ze hebben dan van die, van de vegetarische variant, hebben ze dan even het zo gemaakt dat die iets pittiger is, waardoor je ja, wat meer smaak krijgt. Dit is de beef burrito. Hoe ziet er van de binnenkant eruit? Nou zo, ja, ja, maar hier kan ik er niet van maken, dit zo ziet eruit. Bevroren. De beef is gemalen, de smoked beef. Ik ga even kijken hoe het proeft zonder ijsblokjes. Ik heb hier een warm stukje. Nou. Dat verwacht ik niet. Die. Met de gemalen bief. Is geen flikker aan. Tijd voor de cijfertjes. Oh, wat een gedoe zeg, zo vroeg. Smoky beef. Van de No Fairy Tales. Burritos voor in de microwave. Die was ijskoud, maar dat zal wel aan mij liggen. Of aan mijn microwave, of aan Wouters witgoed. Ik weet het niet, maar het is wel lekker als ze warm zijn. Zeven minuten in zo'n ding liggen te draaien. Deze is een beetje saai. Dit zit grounded beef, dus het is een beetje gehakt. En die is een beetje saai vergeleken met de rest. Maar niet slecht. Helemaal niet maar saai. Die krijgt een 6. De burrito chili sin carne, dus zonder vlees. En chili doet zijn naam aan, want die is namelijk een beetje pittig. Die is, ondanks dat er dus geen vlees is, hartstikke lekker. Het verbaast me sowieso hoe die dingen zo lekker zijn. Maar ze zijn echt wel erg smakelijk. Dit is wel prima. Die krijgt gewoon een 7. Dus zelfs ik als meat eater vind dit prettig. Dus onthoud dat. En die met kip. En die met kip, die is gewoon fantastisch. De combinatie kip in een burrito is natuurlijk al helemaal top. De rijst en groenten die erin zitten, is gewoon helemaal prima op smaak. Proef net alsof het vers is. En het malle is, die kip die erin zit, dat zijn echt, is echt stukken geplukte kip. En dat is mals. Dus dat is niet eens taai. Wacht totdat je taai kip krijgt. Dit is niet te geloven, die krijgt van mij een 8. Nou, hartstikke leuk. Ik ga die pleurisbende opruimen. Ik vond het een raar begin van de dag. Ik weet niet of ik zo elke dag wil eten. Niks te nadelen van Mexico. Maar, nou ja, lijkt nu toch wel een beetje of de hond niet helemaal lekker is geworden. Een prettig weekend. Dag. Lekker ziek morgen.